uitgetrokken worden in de eerste finale van vandaag. Laat het maar over het afgezien. En we zien dan een hele goede sterke start van Justin van Uden. Justin van Uden die op weg is naar zijn eerder metaal vandaag hier in Schijndel op de baan. Want we hebben nog drie bekers te vergeven. Wie gaat dat dan zijn? Zit daar dan die man van Brussel bij? Of is het intussen weer iemand anders die daar mee gaat schuiven? Nog steeds van Uden vooraan. Nog steeds nummer 2. En nog steeds zien wij dan van Brussel op 3. Maar die heeft het aan de stop met Geldermals hoor. Want ik zie daar Geldermals een paar klopt. Ook nog een mist even. De 632 klaar. Gaat die dan het leven op zuur maken van Brussel? Of is het toch van Brussel die de derde positie? De winnaar is van de naginval in 7 middenklasse. Justin van Uden. De tweede plek voor Milan Lodder. En de derde plek lijkt dan toch te gaan naar Van Brussel.